Oh mijn godjes! De Rebleforce is still in de ruimtehaven. I have to go. My planet needs me. No, Zero. Please, wit. I don't want to see you two fight over hentai. Someone has to stop your father's degeneracy. I'm leaving. Ik ben er mee eens. Laat deze fucking man stoppen. Wat voor fucking... Like, was niet, wat was ook weer dings smaak? Colonels. Incest? Nee, dat is gewoon, dat is weer de beschuldiging. Colonel heeft geen, heeft niet echt smaak. Hij kijkt gewoon sowieso naar hentai. Hij is best wel normie wanneer ik op het hentai kijken. Hij kijkt gewoon naar alles. Zo laat maar een vrouw erin zit. Nee, hij kijkt gewoon like, naar de basic bitches. Hij vindt waarschijnlijk tsundere is leuk. Oh, dat is een fucking duivel daar. Hij is een normie level wanneer ik op het hentai. We moeten hem stoppen en de goede weg laten zien. Like, Zero, je moet gewoon Christian values spreaden. En Colonel staat tegen, dus we moeten converten naar Christianity. Dat is de plot, zo'n beetje. Het is eigenlijk Zero die de meest degenerate taste heeft, maar hij is Christian geworden zodat niemand het merkt. En zodat hij zichzelf niet de schuld mee kan geven of zoiets. Het is gewoon projection. Het is gewoon projection, dat is het. Het is zoals die male feminist, weet je wel, die eigenlijk de grootste sexual harassers zijn. Yep, fucking hell. Ik kan niet geloven dat de hele lijst nog steeds groter aan het worden is. Dit level gebruik ik ook best wel vaak, de Storm Owls aanval, want ik kan zoveel problemen ermee gewoon uit de weg halen. Ik bedoel, Cyber Peacocks, like, screen nuke. Thank God, double jump, you're amazing. Zo, uiteindelijk gaan we vechten, of niet? Ja. Holy shit, dat duurt ons voor fucking eeuwig om dit te doen. Wat gebeurt nu? Protoman versus Colonel. Oh, wait. Fight! Convert to Christianity now, I'm sorry. I can't let you through. Iris will be sad if you do. If she knows you will watch your heart watching hentai. Don't be so presumptuous, Zero. I'm not a Ciscon. I have normal tastes in hentai. It's still against my Christian server. Christian server. Wanneer ik kom met Colonel, hij is wat moeilijker met Zero, want ze moet de hele tijd proberen te raken. Want ik weet wat ik dom doe, soms gewoon de slash dash doen om dichtbij hem te komen van hij zijn aanval doet. Maar dat kan ik niet blokkeren. Nou, als je goed bent, kun je hem hier twee keer raken. Maar ik ben niet goed, dus fuck it. Ja, dat is een beetje wat je kan doen, gewoon. Merk, ze hebben het verdedigen van ze een beetje gezien. Later wordt hij wat moeilijk, want later doet hij dat meerdere keren de schokaanval. Deze kutaanval bedoel je of die andere? Want die schokaanval. De schokaanval. Nee, ik zou juist zeggen dat de R-slash de meest irritantste zijn, want dan is het een beetje moeilijk om hem te raken. Nu is dat hij gewoon volledig stil en dan kan hij ook niet aanval niet guarden, maar kijk hier. Hier moet je de hele tijd gaan walljumpen, wat hij ook soms kan spammen en shit. Ugh. Hier geeft hij tenminste openingen. Oké, Ethan gebruiken. Was het nodig? Ik heb geen idee. Ja, misschien. Je wilde veilig zijn. Je wilde veilig zijn. Maar hey, ik kan hem sneller doodmaken hiermee. Maar ik zei, ik wilde de Ethan besparen voor de volgende baas, want het is de volgende baas dat kut is. Jesse, raak. Just fucking hit him. Je kan nog steeds, wanneer hij deze stag doet, stilstaan en springen. En hem dan raken. Om eerlijk te zijn, ik wilde kijken of ik het kon doen zonder E-Tank. Ja, dan moest je... En het antwoord is ja, ik had hem kunnen verslaan zonder die E-Tank te gebruiken. Ik heb het voor niks verspeeld. Alleen toen was ik een idioot aan het zijn, dat ik van fuck it me. Weet je wat, though? Dat je ook nog kon doen? Misschien nog een paar keer stilstaan en gewoon van zijn slagen om te gaan springen. Misschien. Zoals ik het deed bij de eerste keer. Even van Paris, Rebleforce lives. Colonel, Zero, tell Iris that her brother died happily under a bunch of hentai magazines. I will not tell her that. May God have mercy on your soul, Colonel. Also, don't you dare fuck my sister. I what? Excuse me? I know what you're about. Your sister's a nun. I wouldn't touch her. She's not a nun, though.
But she made her vows. No, she didn't. How do you know? I'm her fucking brother, you dumbass! I'm betrayed. My only she friend. She left with them? No! She cannot be into that degenerate stuff, she's a girl. I know, right? Meiden masturberen niet. Vrouwen hebben geen seksualiteit, dat is dom. Ze zijn alleen maar daar om baby's te maken. Ah, Christianity, de beste religie. Ja, gezegd, alles socialisme meer, maar nog steeds. Nee, Christianity is niet echt heel veel beter dan mij. Ja, zijn ze ook hetzelfde idee dat vrouwen en kinderen moeten pompen? Dus dat is een beetje bijna elke religie, om eerlijk te zijn. Ja, eigenlijk wel, hè. We willen allemaal dat ze nog steeds kinderen maken om nog meer kinderen, om nog meer gelovigen te maken die dan nog meer kinderen maken. Want het eerste waar je naartoe moet gaan om je religie te spreiden is bij de kinderen. Ja. In ieder geval. De level is best wel makkelijk, het is gewoon de baas die dat kut is. Wel, wat heeft ze daar nou, de Dark Elf? Ja. Iris, so you fought my with my brother and murdered him. Hij is nu in een betere plek. Zo'n betere plek bestaat niet. Alles is voorbij nu. Alleen omdat ik wat vieze dingen keek. Dacht je dat ik het niet leuk kon vinden of zoiets? Ik vind het niet leuk, maar dit is niet waard. Het moord mensen vermoorden voor hentai is het niet waard, Zero. Het is onnodig. Nee! God vindt dit niet leuk, Iris! I am the devil now. Shut up. I will kill you just because of that voice. Eerste ding met deze baas. Mines. Ja, ik zie het. Elke keer wanneer je raakt, komen de mines tevoorschijn. Je wilt de Ryu Engine de hele tijd gebruiken, want dat vernietigt de mines makkelijk. En je kan die ding erboven raken. Dat ding erboven is haar held, is waar wat ze moet raken voor de HP. Ah, het is ook een wapen. Maar ja, met deze baas zijn er zoveel dingen dat je moet ontwijken. En je moet haar terugslaan, anders dan raakt ze jou. Met haar lichaam. Dat is nou maar zoiets als een overstrike. En dat weet je wel. Maar eerlijk gezegd though, it's zo'n beetje fucking dubbel again. Of niet? Nee, dubbel is veel makkelijk. Het is veel makkelijker, want je hebt veel minder aanval om te ontwijken daarmee. Dat is waar. En je hebt de weakness. Maar de weakness resetten die, dat is juist de reden waarom er juist meer uitkomt. Maar hier komt de beste scène. Oh boy! Volgens mij deed hij de Japanse versie eerst. Arisu! Waarom deed je dit? Wat een samen kunnen leven. Laten we gewoon weggaan samen en een huis leven en zo. En misschien het gewoon doen en zo en het leven beginnen. Met jij bent ik kan dat niet doen, Iris. Je bent nog te jong daarvoor. Zero. Ik kan stoppen met te doen alsof je christelijk bent. Weet allemaal dat je een lollicon bent, Zero. Geef het toe. Iris, ik kan. Nee, wacht, ik ben geen lollicon. Ik ben een feminist. Dat is een leuke grapje, Zero. Iris! De letterlijke vertaling, oké. Dat weet ik nu tenminste, dat was een letterlijke vertaling. Nee, het was geen letterlijke vertaling, want hij zegt alleen maar, wat am I fighting for? Maar je zegt ook, dat is supposed to happen! Dat eerste en dat laatste zing is wat ik bedoel, dus. Hang in there, Iris. Please, stay away from Replifos. Stay away from Replifos. Ik heb alcohol opgetrokken. Dat fucking accent is zo fucking kut. Want ze weet niet wat ze wil doen hiermee. Iris, there is no world just for Reploid. It's only a fantasy. Yes, I know. But I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only Reploid is dronken. Misschien is elke Brits persoon dronken. Fuck it. Het is niet eens Brits volgens mij. Wat accent is het anyway? Ik heb geen idee, een dronken accent. Ah, die heeft best lijn. Iris! Okay. Iris! Iris!
Weet je wat leuk gemaakt, though? Er was lag op mijn emulator, wat ik al door reden. En daardoor werd het cutscene slow, waardoor het nog beter werd. What am I fighting for? Dus heb ik een vraagje aan jou. Waar vecht jij voor? Om alleen maar Jesse te irriteren, waarom ik cheats gebruik. I see. Ik vecht voor mijn hentai. Mijn recht om Molly Hunter te kijken. To be honest, dat gaan we ook doen wanneer het die dag wordt. Wat gaan we doen? Ja, je weet wel, wanneer het internet verbannen wordt in Europa. Ja, we gaan naar Onichichi kijken, toch? Oh ja, dat was ons fucking laatste. Als we weten dat die shit doorgaat, Onichichi is onze dood. Dus de dood van deze kanaal. Zo'n beetje. Oh, bijna. Voordat ik dat ga doen, though, ik ga eerst alles downloaden van de kanaal. Je wilt alles bewaren. Er terug naar kijken als A. En hier nog toen we like fucking like de hele tijd door random battles heen gingen. Crystal. Ja, perfect. Mooie tijden. Of weet je die keer toen? Weet je nog toen je like een jaren 80 audio kwaliteit hebt van de radio? Weet je nog toen we like zeiden dat Sonic Adventure beter was dan Sex? Hoe kunnen we dat vergeten? En van deze gasten blijven respawnen voor een hele of andere reden, ik heb geen idee waarom. En die fucking homing shot cirkelt al rondom me heen. Ja, daar waren geen problemen met hun, ik weet niet wat er hier gebeurde. Maar laten we gewoon verder gaan hier, we vernietigen dat. We vernietigen hun. En nou worden we neergeschoten, dus lijken we, oké, dan fuck jullie toe. En dit is waarom ik de Falcon Armor niet gebruik. Maar normaal werkt het voor mij, dit keer niet. Dit keer zeg ik van, nee wacht, oeps. Ja, dat is toch beter af om gewoon te gaan air dash en shit. Of kan niet anders. Dat werkt niet. Jawel. Nee, dat werkt niet. Je kan er niet komen op een normale manier. Je moet de Falcon Armor gebruiken met Zero. En het respawnt niet. Ja, dat is fucked up op dit. Ik zal dus kill myself. En doe het een beetje. De volgende pad en dan ging. Echt waar, met de testplay toen ging het zoveel beter. Ik weet niet wat er hier is gebeurd. Let's fight again. We nemen de bovenste pad dit keer. Dan hoef je tenminste jezelf op te letten voor spikes. Ja. Maar het is ook dat ik deze pad niet had genomen toen ik in mijn test played vroeg. Dus ik wil het gewoon nemen. Want ik zeg fuck you. Want de meeste mensen gaan voor de onderste pad. En ik wil... Weet je wat? Ik ga het anders doen. Maar dan op de goede manier. Want ik zie niet echt het verschil tussen de twee paden uiteindelijk. Nou, deze heeft meer spikes en heeft minder bodemloze gaten. Ja, maar dat is... Maar ja, meeste mensen namen de bodempad of de bovenkant? De onderste. Onderste. Ja. Alleen maar vanwege de velgenomen. Ik guess omdat het makkelijker was dan hier. Ja. Nee, ik zie het niet eigenlijk. Either way is niet zo moeilijk. Ja, het is... Guess voor snelheid misschien. Over moeilijk gesproken... Ja, het maakt niet uit wat je doet. Deze gaat sowieso moeilijk worden met Zero, want... je moet in zijn gezicht komen, zeker. En hij popt er gewoon in, weet je dat? Ja. Hij popt er gewoon erin. Ja. Zie je, Jesse? De PlayStation 1 versie is beter. General, stop this. We need to... because you didn't convert to Christianity. Burn the hentai now. Fool, I know all about your lolicon tendencies. You can stop your whining now. No, I am a perfect Christian. My fate is sealed. Oh, you don't need to hide it anymore. Feel free, Zero, let it all go out. Sorry, Zero, I have no choice. I have to fap. Maar hij zei het al, I have no choice. Ik ga het waarschijnlijk gewoon er hard op in-editen wanneer ik de audio doe. Zodat mensen het goed kunnen horen. Ik zie waarom het zo moeilijk is. What the fuck gaat de hele tijd dit doen of dit? Niet deze arm. Dit is makkelijker. Klopt er dan iemand? Hij opent geen kans zo'n beetje voor je deed. Wel leuk. Nou moet ik zachter zijn, want ik vind het zo raar. Want soms praat ik altijd zo hard in die commentaries. Maar alleen op sommige dagen slecht, nee. Nou, dan mag het niet meer. Fuck off. Oké. Het is gewoon moeilijk om hier te doen, want Ennis praat altijd over me heen. Maar het is juist makkelijker wanneer hij dit doet. Dit is eigenlijk het makkelijkste, want je kan hem zo makkelijk raken hiermee. Want je kan makkelijk boven zijn hoofd komen en zo.
Het was, ik zou zeggen, is dat wel niet zo armen schieten wat makkelijker zou zijn. Nee. Dat is juist moeilijker. Want je komt bijna nooit bij zijn hoofd. Hiermee gaat hij naar beneden, waardoor je hem makkelijk kan raken. Maar hier gaat hij echt naar boven. Waardoor je echt letterlijk in zijn gezicht moet staan om hem te raken. Maar hij schiet steeds die ringen. Kijk hier naar bijvoorbeeld. Dit is een beetje hoe het gaat. Ik kan hem anders niet raken. Daarom is deze baas zo moeilijk met Zero. Het is gewoon makkelijk wanneer je naar beneden gaat, want dan kun je op de muur springen. En dan kun je over hem heen gaan terwijl je de spring slash doet. Ik mag niet harder praten dan dit, want anders gaan mensen zeuren. Ah, je praat te hard. En ik heb zoiets van, maar ik praat altijd zo hard, waarom is het nu anders opeens? Je praat te fucking hard, just Facebook. Kijk, letterlijk, mijn Kingdom Hearts stream was de hele tijd Mickey Mouse! Heel erg hard. Maar nou is het leuk. Want ze weten waar je aan het streamen bent, waar je eigenlijk aan het commenteren bent. Ze hebben psychische krachten blijkbaar. Dat wist ik veel. Ik wil dat ik psychische krachten had. Als ik psychische krachten had, zou ik deze kamer gewoon geluidsdicht maken. Wijpel dan? I guess. Zero, we weten allemaal dat jij een lollycon bent. Laat het eerlijk zijn. You don't need to hide it anymore. Let it all go out. Nee, laten we eerlijk zijn. Zero, we're all lollycons in this room. Kijk, laten we eerlijk zijn. Want Zero houdt van Iris toch? Iris is een lolly. Dus ja, Zero is een lollycon. Ja, ze is een reploid. Ja, Iris is een lolly. Zero houdt van... Wat zeg je? Ja, maar ze is een lolly. Ze is een reploid. Ja, een lolly reploid. Is een reploid. Ja, maar dat is... Daar kan je niet echt een verschil maken tussen jong en oud. Lolly is geen verschil tussen jong en oud. Dus met lichaamsgrootheid. No. Iris, maak deze call. Nou, doe dit niet. Ik mag niet schreeuwen. Nee, maar ik weet dat... jij mag zo zeggen, maar de internet... Iedereen weet... Want de internet weet dat het allemaal pedofielige dingen zijn. Ja, sorry. Dit is trolling nu. Ik ga het niet eens serieus meenemen. Nou, want dat is hoe de internet het uiteindelijk ziet. Iris, stop. Ik mag niet fucking schreeuwen, Iris. Hou je kop. Jesus Christ. Je mag maar zeggen wat je wilt, maar de internet denkt anders. Ernest, kunnen we even serieus zijn? Ik mag niet schreeuwen. Je maakt me niet boos. Ik word serieus gestoord nu.